Spookbezem komt tot leven in garage. Sinds het filmpje gepost werd afgelopen vrijdag is het al een discussie op internet. Is het echt of is het nep? Sommige mensen weten het zeker. Er is hier een geest gefilmd. Hier de beelden waar het om gaat. Kijk en oordeel zelf. Hier hebben we verder niks aan veranderd. Exact zo heeft de politie van New South Wales in Australië ze op Facebook gezet. We kijken naar een verlaten rustige parkeergarage van de politie zelf. Het is 's ochtends heel vroeg als ineens vanzelf een deur opengaat die al dagen niet gebruikt is. En let dan heel goed op wat er rechts gebeurt. Als die deur net halverwege is, dan komt er met kracht een bezem naar buiten zetten. Die blijft even staan en valt dan vervolgens om. Nou, de rillingen liepen over onze rug toen we dit zagen, schrijft de politie erbij op Facebook. Want voor de duidelijkheid, verder is er dus niks of niemand te zien op de beelden. En de politie zegt nu dat de deur wordt nagekeken. En ze benadrukken ook dat, ook al is het gepost op vrijdag de 13e, het echte beelden zijn. Nou, spookbezem of niet, critici vegen de vloer ermee aan. Er is een schaduw te zien, zeggen ze. En die bezem beweegt niet echt. En die gele paal die staat er wel heel handig voor. Anderen zijn wel overtuigd en willen zelf onderzoek komen doen daar in Australië. Hoe dan ook, best een geestig filmpje.